Het is grijs en nevelig in Nederland en in het midden van het land komt zelfs mist voor de eerste uren van de ochtend. De temperatuur die ligt nog vrij laag in het noordoosten, daar vriest het licht en dan kan het ook glad zijn. In het zuidwesten is het al wat zachter, 4 tot 5 graden vanochtend. De wind die is rustig, zwak tot matig uit een zuidwestelijke richting. Vanmiddag breekt op meer plaatsen de zon door. Blijft op de meeste plaatsen droog en het is zo'n 4 tot 6 graden. De wind blijft uit het zuidwesten waaien en draait later naar het zuiden. Vanavond trekt de wind aan, en wordt die matig tot krachtig. De bewolking wordt dikker en in de loop van de avond gaat het vanuit het westen regenen, want inwaarts kan er in de nacht natte sneeuw vallen of misschien zelfs wel sneeuw. In het noordoosten zou het morgenochtend even wit kunnen zijn. Morgen stijgt de temperatuur naar zo'n 5 tot 6 graden en vallen er nog een paar winterse buien. Maar er is ruimte voor de zon en op zich is het best aangenaam smiddags hoewel er wel veel wind staat. Een vrij krachtige tot harde wind uit het westen. Ook de dagen na blijft het wisselvallig met van tijd tot tijd winterse buien. Overdag is het een graad of 5 en in de nachten vriest het licht en is er ook een flinke kans op gladheid. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u een fijne zaterdag.